Ik ben Dave Son uit Amsterdam. We zitten nu in het weduwnaarshok. Ik heb ze gekoppeld. 28ste. Ik laat ze nu één voor één los, zodat ze een beetje de broedhokken kunnen leren. Zoals je ziet heb ik een beetje stro neergegooid. Kunnen ze een beetje gaan slepen. En dan moeten ze op eieren gaan komen. Deze duiven die gaan gewoon de jongen allemaal één jong groot brengen. Want het hok, dat zie je zelf, is een beetje te klein voor 64 duiven, want er zitten 32 koppels in. Dus als het direct allemaal open is, is het een beetje te veel. Nou, dan gaan ze één jong en dan met een dag of 17 gaan ze op de grond, de jongen, met de davinnen. En dan gaan de doffen zo'n weduwschap. En dan gaan de davinnen daar bij de jongen, in het davinnenhok. Nou, ik heb dus 32 koppels. Ik speel dus totaal weduwschap, dus de doffers en davinnen. Ik heb wat davinnen meer, maar dat maakt niet uit, die gaan ook mee. Ze gaan alle vluchten mee, vanaf het begin tot het eind. En dan hoop ik, dat is wat ik mooi vind, de dagvond, dat de duiven dan beter gaan komen. Daar heb ik ook het soort daarvoor. Alhoewel, op de Vitesse heb ik ook ooit in 2010 de beste duiven in Nederland gehad. Dus daar kan ik ook op meekomen. Maar de dagvond vind ik toch het allermooiste. Nou, hier zitten we dus in het jonge duifhok. Dit zijn de eerste ploeg winterjongen. Het zijn er niet zoveel. Ik heb er beneden nog drie liggen, die komen er nog bij. Zoals je ziet, het is niet al te groot. Het is nou wel groot, het was in tweeën. Maar het gaat al een jaar of drie heel slecht met jonge duiven. Dus ik heb besloten dat ik nou de wand ertussen uit heb gehaald en teruggebracht heb. Zoals ik eigenlijk het eerste jaar dat ik het hok had gemaakt heb. En ik hoop dat het dan wat beter gaat. Nou, zoals je ziet, ze zien er leuk uit. Ja, en voor de rest moeten we maar afwachten. Ik ben geen jonge duivenspecialist, dus het zal weer een drama worden. Maar ik ga proberen mijn best te doen. Nou, zoals jullie zien, staat het nou vanwege dat er een hele hoop duiven in zitten. Staat alle vluchtingen helemaal open. Het raam staat dag en nacht open. Dat moet wel, want anders is het natuurlijk een beetje te benauwd. Als direct het vliegseizoen gaat beginnen, dan gaat het raam dicht. Dan heb ik op de vluchting heb ik een streepje gezet. Die hou ik altijd aan. Dat zie je ook, een potloodstreep. En dan hou ik al die drie blijven op hetzelfde lijntje staan. Dus dan heb ik altijd dezelfde vluchting terug. Zoals het normaal redelijk goed gaat. En dat is wel nodig. Dit is de 973. Een krasdoffer. Het is de beste asduif van Nederland dit jaar. De doffer heb geweldig gevlogen. 21 keer mee, 21 keer prijs. Het is een mooie duif in de hand. Zachte duif in de hand. De vader heb ik hier gekweekt. Die komt uit een duif van een samenkweek met Henny Legrouw. Uit de Falco. Met mijn 58, dat was een geweldige davin. En de doffer van Henny was ook een geweldige doffer. De moeder is dezelfde moeder als de Joop. Dat was in 2010 de beste Vitesse duif van Nederland. Dus daar komt de doffer uit. De davin is een leuk verhaal. De moeder is een duif van Herman Wouters. Het komt zo. De duif, die zat bij Herman Wouters. Ik had Herman Wouters later jongen gegeven, want die raakte heel veel jongen kwijt. Toen heb je van mij 10 jaar later jongen gekregen en daar zaten twee hele goede bij. Eén heb je op de kweek gezet, dat is de vader van deze. Toen heb je zijn beste vliegdavin erop gezet, de 30, dat was echt een superduif bij hem. Het eerste jong wat hij eruit kweekte, kwam hij bij mij brengen. Hij zegt, die is voor jou, omdat je mij geholpen hebt. Nou, en inmiddels is dit de beste duifhoren van Nederland. De vader heb ik inmiddels weer terug. Hij zegt, ga jij daaruit kweken, want het is jouw lijn. Dus zo ben ik er aangekomen. Dus het is wel een mooi verhaal op zich.
Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door Het Spoor der Kampioenen.